Ja, nou ja. Martin, ik denk, het veel over vrouwen. Vrouwen, ja, ik denk niet dat het zwaar is. Maar ik bedoel, het uitgaansleven. En, hij gaat er wel altijd zwaar in. Hè? Ja. Ja. En nu. Hij is niet makkelijk. Is niet makkelijk, nee. En nu met het programma ook. We hebben dus, in alle onbescheidenheid gezegd, we hebben wel wat succes gehad. En hij heeft zowel wat. Hij zit nu ook alleen thuis te presenteren. Ja. En hij gaat wat. Moet hem vangen, hij gaat zweven. Gaat een beetje omhoog kijken. Ja, ik zal eens zeuren terwijl we daar zitten, want we moesten eigenlijk al. Hallo? Hallo, Tremelo? Hallo? Che dici? No, è per la casa di. Casa, la casa di sospetto, sì. No? No, no, per Wouter van den Houten. Che? Oh! Goedenavond, dames en heren, en welkom hier in Milaan. En u ziet het, we staan hier al klaar bij... Marco van Basten. Inderdaad. En wat is uw beroep? Mijn beroep, dat is voetballen. En dat doet u hier in Italië? Ja, dat doe ik voornamelijk in Italië. En bij welke ploeg speelt u? Ik speel bij Milan, AC Milan. In welke afdeling is dat? Dat is de hoogste afdeling in Italië. En gaat het een beetje? Ja, we mogen niet klagen. Het gaat vrij goed, ja. Staat u in het doel of maakt u eerder de doelpunten? Ik zit meer in het laatste gedeelte. Dat ik wat meer doelpunten maak dan dat ze tegenhouden. En dat lukt ook? Ja, ook dat gaat zonder klagen. Dan ben je hier waarschijnlijk een graag geziene gast. Misschien zelfs een beetje een vedette al? Nou, dat weet ik niet. Ik geloof wel dat de mensen het leuk vinden dat ik hier ben. Wouter van den Houten, een kameraad van mij die dus tijdens het programma presenteert, die heeft mij gezegd dat hij jou, in september vorig jaar al hoor, dat hij jou wel eens zou vastkrijgen om centrale gast te zijn in het Huis van Wantrouwen. Maar het is de laatste aflevering vandaag, dat dreigt niet te lukken. Nee, nou ja, wie weet wat er nog aan kan gebeuren in de toekomst. Hè? Het is alles mogelijk. Maar voor nu is het uitgesloten, te veel werk. Ja, nu is het moeilijk, op het laatste momentje. Ja. Nee, maar wij hebben daar alle begrip voor. Ik heb het hem trouwens zelf gezegd, maar hij wou het niet geloven. Bedankt hoor. Zo, dames en heren, dat was ons gesprekje met... Marco van Basten. Dank u wel. Dat was het, dames en heren, hier vanuit de Milanese stad Milaan. Mark Uitroeven voor het Huis van Wantrouwen. Weer over naar Tremelo. Bedankt, Mark. Bedankt, Mark en Marco. Huh? Wat is er gebeurd? Niks, hoor. Beter open doen. Meneer Martens, komt u binnen. Goedenavond. Dames en heren, onze centrale gast. Laat u zitten, meneer Martens. Ik ga een beetje dichter zitten. Welkom in het Huis van Wantrouwen. We zijn trots dat we de man die 13 jaar dit land heeft geleid, dat we hier in huis mogen hebben. En we zijn ook blij dat we hem een hele dag hebben mogen volgen. Vorige maandag was dat. En dat vorige zijn dinsdag. Vertrokken vorige dinsdag? Vorige dinsdag, inderdaad. Ja. U heeft gelijk. Kijk, daar zijn we vorige dinsdag in de Van Monkhovenstraat in Gent. Daar woont de premier. Hij komt zelf de deur niet openmaken, maar hij stel op te en begint naar de plaats van. Ja. Het gemeen met prima. Neemt ook een tas, Kort? Ja. Ja? Ja. S'morgens doe ik ook iets dat u misschien zal interesseren. En dat is? Uw uitzending. Dat is mijn goudvissen verzorgen. Aha. Hoeveel zijn dat er? Oh, ik weet het niet meer. Het is begonnen met twee of... Nee, ik heb ze erin gestoken, een viertal. Toen ik de eerste keer ontslag heb genomen in 1981, toen is het begonnen, ze hebben zich dus
Wat vermenigvuldigd. Er zijn ook witte vissen bijgekomen. Je ziet, het is nogal, nogal disparaat. Ja. En dan nemen mevrouw en meneer Martens het ontbijt. Normaal ga ik fietsen, maar ja. Ga ik 50 kilometer fietsen, maar het was zulke harde wind dat ik het vorig weekend niet gedaan heb. Na het ontbijt vertrekt Wilfried Martens in een omgebouwde Mercedes naar Brussel. Hij wordt nog altijd begeleid door veiligheidsagenten. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ah, kijk, dat breekt regelmatig af. Het is toch niet echt alles uit dit systeem? Oh, maar in het buitenland wel, hoor. Ja. Wilfried Martens is verhuisd van de Wetstraat 16 naar de Overwinningstraat 16. Hij heeft zijn kabinet omgeruild voor een kantoortje in het gebouw van de Europese Volkspartij, waarvan Martens sinds 2 jaar voorzitter is. Op dit ogenblik worden de 3 grote Europese partijen trouwens voorgezeten door een Belg. Willy de Klerk bij de Liberalen en Guy Spitaals bij de Socialisten. Guy Spitaals heeft vanmiddag zijn collega's uitgenodigd in een chic Brussels restaurant, La Maison du Cygne. La plus populaire. Kortom, aflaan. Pratiquement 2 miljoen... 37. Non. Oui, je crois qu'on a déjà la maison de méfiance. Oui, mais non, ici, je crois. Vous êtes très méfiant, mais moi, si vous croyez que... Je ne comprends pas de merde. Moi, je... Na de lunch vertrekt Wilfried Martens naar de Wetstraat, want er is senaatszitting en er moet ook gestemd worden. Ik ga nu naar het parlement. In afwachting van de stemming neemt Wilfried Martens een brief door. Maar waar is de papiermand? Die is er blijkbaar niet. Zou ik het op de grond durven te gooien? Oei, de camera loopt nog hierboven. Enfin, toch maar doen. En dan gaat de premier een praatje maken met een Franstalige collega-senator. Om 8 uur rijdt Wilfried Martens terug naar Gent en tijdens de terugrit bestudeert hij nog een aantal dossiers en dan zit de werkdag erop. De premier brengt de avond door in gezinsverband waar de show wordt gestolen door Mephisto. Kom. Ja, meneer Martens. Meneer Martens, u bent vorig jaar opgekomen in Brussel. U zou ook van Gent naar Brussel verhuizen, maar u woont nog altijd in Gent. Geen huis gevonden in Brussel? Ik woon nog altijd in Gent. Ik zoek wat men noemt een domicilie in Brussel. Mm-hmm. Ik ga me dus wettelijk huisvesten in Brussel. Maar ik ga mijn huis in Gent behouden. U blijft zich Gentenaar voelen? Ja, mijn moeder was een Gentse. Mijn vader kwam uit de buurt van Gent. Ik woon sinds 1960 in Gent. Ik heb die stap gedaan, politieke stap naar Brussel. Ik zal dus mijn domicilie in Brussel ongetwijfeld kiezen, maar ik ben eigenlijk een Gentenaar gebleven. En wat zoekt u eigenlijk zo van domicilie? Een appartement. Een appartement? Ja. Ja. En u gaat, dat staat dan leeg? Of, Ja, een appartement dient ook om te studeren en te wonen. Ja, maar dat gaat u niet doen, want dat gaat u in Gent doen natuurlijk. Maar ik zal toch regelmatig in Brussel blijven. Ja. Ja, we hebben nu een hele dag gevolgd. We zagen daar die scène met die papiermand die u niet vond en zo. U zag ook dat de camera de hele dag op u was gericht. Maar dat maakt u al 13 jaar lang mee, hè, met die veiligheidsagent. U wordt echt constant gevolgd. Hè. Is het niet door ons, dan is het door andere mensen. Vindt u dat niet vervelend? Ja, de veiligheidsagenten is sinds 1985. Toen is op een bepaalde nacht, in januari of februari, op 300 meter van ons huis het CVP-secretariaat ontploft. En dan hebben de vanzelf of? Bijna vanzelf, dacht ik, want 2 minuten later telefoneerde de secretaris van de partij en zei me, ziet je het wel dat het gebeurd is? Ja. Het was de periode van de CCC. En de veiligheidsdiensten van ons land vonden dat ik dus als eerste minister moest begeleid worden. Maar is dat nu nog nodig? Want u bent nu toch niet meer zo belangrijk? Nu, om een voorzichtig woord te gebruiken, nee, ik ben niet meer zo belangrijk, maar ik ben nog bekend. En men past het nu wat aan. Maar Anthony de Klerk was ook niet bekend voor hij ontvoerd werd. Ja. Maar daardoor hebben we wel een aantal keer van u gezien dat u niet, ik zal het zacht uitdrukken, u bent niet ongelooflijk handig. Hè? Dat is waar. Hè? U heeft daarnet met dat papier ook gezien. En ik wil u maar verwittigen, straks is de laatste aflevering vandaag, dat heeft u al een beetje gevoeld. En we gaan hier straks wat dansen ook, hier samen. En, ik weet niet, na de uitzending uiteraard, hè, gaan we dansen. Maar, u heeft al een beetje geoefend, zie ik.
Kijk, maar uw collega De Croo doet het iets afstandelijker, ja, maar wel beter in het ritme. Hij heeft nog iets of wat gevoel voor maat, denk ik. Terwijl bij u is het... Maar u bent wel doortastender. Kijk, dat is... Kijk, want bij de volgende... Kijk hier. Ik denk dat u hier zelfs al iets losgemaakt heeft, denk ik. Ja. Ik ben aan... Maar ze heeft me haar kaartje gegeven. Ah, het is een persoonlijke vriendin. Gebleven. Nee, zegt ze. Als je mij wilt telefoneren... Ah, ja? Ja, het zit toch ergens in mijn portefeuille hier. Ja, het was... Nee, maar het... Het brede was Melanie Griffith, hoor. Ja, natuurlijk. Ik heb dat nummer niet maar van. Ze is opnieuw getrouwd met haar man, hoor. Ah, ja. Ai. Ja. Echt over waar, ze is opnieuw getrouwd met haar man. Over een stommie. Nadien, ja. Nee, maar het brede publiek wou u helemaal niet weg. Stel nu dat we hier een Amerikaans systeem bijvoorbeeld hadden gehad met presidentsverkiezingen en zo, dan was u toch waarschijnlijk gewoon opnieuw president geweest. Nee, dat zou echt onmogelijk zijn geweest. In Amerika kun je daar maar 8 jaar blijven. Dat is goed geantwoord, ja. Maar... U begrijpt, was het 12 jaar, ja. U begrijpt waar we naartoe willen? Het brede publiek wou u toch niet echt weg, hè? Wat is het brede publiek? Margit Hermans. Nee, maar het is waar, als we gewoon allemaal hadden mogen stemmen, alle Belgen, dan was u waarschijnlijk toch wel president, nee? U hoeft niet echt bescheiden te doen hier, wij zijn het ook helemaal niet. Dus, Misschien was u dan nog eerste minister, ja. Ja. Maar u denkt niet dat als iedereen mag stemmen, dat u ook in het presidentsysteem... Nee, ik denk het niet. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat ik een Vlaming ben. Ja, maar u heeft toch wel redelijk wat populariteit in Wallonië en zelfs in de Oostkantons. In de Oostkantons vooral, ja. De Wilfried, jawel. Ja. Maar en u wordt binnenkort 56 jaar, dat is toch nog erg jong, hè, om een stap terug te doen. Als we zien uw collega's in het buitenland en zo, is dat eigenlijk geen doodzonde dat u op zo'n jonge leeftijd al een stap terug moet zijn? Maar we hadden een minister in de vorige regering, Luc van den Branden. Die was voor de werkstelling en arbeid en vooral voor het prepensioen. En ik kwam altijd met voorstellen af, prepensioen op 52 jaar, op 53 jaar, ook soms is op 55. Ik zei altijd tegen de minister, tegen Luc van den Branden, je bent erg bedankt dat je ook aan mij gedacht hebt. Yes. Heeft u veel reacties gekregen van uw buitenlandse collega's? Ja, zeer veel. Van wie? Zoals, ja. Van, ik zal met de belangrijkste beginnen, ja. President Bush. Van welk land is die? En, van kanselier Kool. En Bush was... Van Major. Wat schreef die Bush? Hij herinnerde aan een paar belangrijke zaken die we destijds hebben moeten beslissen in België. Durf het bijna niet zeggen. De raketten onder meer. Ik heb daar langdurig met hem over gesproken. En hij was tevreden destijds. Ja, maar ik was vooral tevreden in 87, toen ze verdwenen opnieuw. Ook weer goed geantwoord. Ja. U heeft het nog gedaan, dit soort spelletjes, geloof ik. Maar... U voelde zich echt een staatsman, hè, meneer Martens, ook met alles wat erbij hoort? Ja, men heeft veel geschreven over mij dat ik zo de allures kreeg van een president. U hebt gezien hoe onhandig ik ben, gebleven ben voor de camera. Ja, maar niet alleen onhandig, u heeft tegelijkertijd ook iets menselijks over u. We hebben nog een foto teruggevonden, ik denk dat van een autosalon is. Kijkt u zelf eens. Kijk, iedereen kijkt naar de auto's en naar de uiteenzetting. En... Ja, dat is de mooiste. Dat is de mooiste. Heeft de u mooiste, daar ook nog... dat is Mies Glasnost. Ja, we hebben ons laten... Ah, u kent ze allemaal nog, ja, persoonlijk, hè? Ah, die zal ik niet vergeten. Nee. Telefoonnummer? Nee. Telefoon werkt veel te slecht in Moskou. Ja. Maar zo 13 jaar aan een stuk altijd maar bekeken worden en zo... En zoals daar juist ook, u wordt toch een beetje betrapt door de camera. Werd u daar niet helemaal gek van op de duur? Gelet natuurlijk op uzelf, hè? Ja. Maar blijkbaar toch niet genoeg? Niet genoeg, nee. Maar het is een soort, ja, moet ik dat noemen, een soort zelfcensuur. Mm-hmm. En waarschijnlijk zit je dan... Heeft je de indruk dat je zeer onhandig bent? Er is nog zoiets aan, dat altijd terugkomt, hè? Ja. Dat u daar nooit iets aan gedaan heeft, hè? Nee. dat heeft u altijd behouden. Heeft u nooit geprobeerd om... Nee, echt niet. En ja, u wordt daar altijd op gepakt, maar dat vindt u niet zo erg. Ja, sommigen hebben geschreven dat het een speciale manier van spreken is. Ah? Ja. Ja, kijk, u valt een beetje uit uw rol, ja. Maar goed. Voelt u zich nu een beetje gefrustreerd? Of eerder bevrijd? Ah, helemaal niet. Ik heb aan mijn medewerkers gezegd gisteren dat ik me gistermiddag voor het eerst gelukkig voelde. Nadat wij u een dag gevolgd hadden. Ja. Ik was ervan bekomen.
En ik ging dus, zoals een politicus dikwijls moet doen, en zeker een minister, naar een lunch en ik moest echt niet spreken. Uh-huh. En het kwam een gevoel van geluk over mij. En dat gaat u nu proberen vast te houden? Ja, natuurlijk. En dat was voor het eerst, zegt u? Voor het eerst, ja. Bent u er vroeger nooit gelukkig geweest? In de politiek? Ja, eens. Eens? Ja. Lang, lang geleden. In 85, ja. 85. Wat was uw gelukkigste moment dan? Ja, toen we de verkiezingen gewonnen hadden. Ja. En het heeft niet lang geduurd. Het is toch wel verschrikkelijk. U heeft, ik weet niet hoeveel jaar van uw leven aan de politiek gegeven en u bent maar twee keer gelukkig geweest. Nee, een gevoel van geluk. Een gevoel van geluk, ja. Een gevoel van geluk. Dan is het goed. Bent u nu uw comeback aan het voorbereiden? Helemaal niet. Ik denk dat... vorige keer heeft het 8 maanden geduurd, het ontslag. Mm-hmm. Ik hoop dat het nu iets langer duurt. Maar u bent vastbesloten om ooit terug te keren op het hoogste vlak? Oh, of dat in België nog ooit zal gebeuren, dat betwijfel ik. Maar u mikt hoger. Nee. Dan moet ik Bush bellen. Ik ben nu... Zoals je het getoond hebt, ik ben Europees bedrijver. In de Europese Volkspartij. We zullen zien wat er van komt op het Europese vlak. Met andere woorden, u staat een beetje op een tweesprong. Once upon a time in Two Jumps Land. Onze tweespronggast van vanavond speelde een glansrol in het drukst bekeken televisieprogramma in Vlaanderen in 1991, FC de Kampioenen van de BRTN. Hij is de bekendste schoenenverkoper van dit land. Dames en heren, uw applaus voor Jacques Vermeire. Meneer Vermeire, bent u er klaar voor? Inderdaad. Ja. Eerste vraag. Schoenen of kijkcijfers? Kijkcijfers. Charlie Chaplin of Benny Hill? Benny Hill. Mr. Bean of Gaston en Leo? Mr. Bean. Filmset of parochiezaal? Parochiezaal. Bezeten of bescheten? Bezeten. Exclusiviteitscontract bij de BRTN of 10 miljoen bruto per jaar bij VTM? Mag er iets bij zijn? Het is tweesprong. Exclusiviteitscontract. Gouden oog of gouden bertje? Gouden oog. Humo of dag allemaal? Dag Humo. Luc Verschuren of Frank Dingenen? Luc Verschuren. Met taarten gooien of subtiele woordspelingen maken? Subtiele woordspelingen maken. Subtiel, ja. Vakantie in Blankenbergen of vakantie in Benidorm? Vakantie in Blankenbergen. Madonna of Bieke uit de Kampioenen? Bieke uit de Kampioenen. Tussenvraag. U verkoos de parochiezaal boven de filmset? Ja, ik treed veel liever op. Filmset is feitelijk vervelend. Filmen is altijd opnieuw en de parochiezaal, de ambiance, publiek, ja, veel liever parochiezaal. Wij deden nu een goed bod, 10 miljoen bruto per jaar bij VTM, maar u koos toch het exclusiviteitscontract bij de BRTN. Ja, daar gaat nog veel belasting af natuurlijk. En, het is een... Ik, iedereen weet dat ik nogal een trouwe BRT'er ben. Maar nu blijkt u ook nog dom te zijn. Want 10 miljoen is niet genoeg. Van dat dom trek ik bij gevolg terug. De 13e vraag. Een nacht met Andrea Kronenbergs of rosbief met witlof en blim bloemkool? Dan rosbief met witlof en
en bloemkool. Oké, u hoeft het maar te vragen. Hier zijn ze ermee. Oh, schitterend. Schitterend. Andrea, kom maar. Kom maar. Wij zijn een toffe, hè. Dat van dat domkop dus nog, hè. Zo. Dames en heren, we gaan het hier een beetje opruimen ondertussen. Kijkt u maar naar reclame. Tot zo dadelijk. Reclame. Hallo, met een 100? Ja, ik heb een ongelukje gehad en... Ja, ik was aan het telefoneren, hè. Ik ben beu. Ik wil scheiden. Het is genoeg geweest. Nee. Zoiets kunnen wij in onze firma niet tolereren. U bent ontslagen. Vanaf vandaag. Griet heeft het gezien. Christophe was erbij. En Andrea kan het bevestigen. Zwijg! Takkenwijf! Pocketeef! Zwijg! Je bent toch een impotente klootzak? Hou op daarmee! Maar Christophe heeft mij gedwongen! Kom, sst. Schatke, de papa komt vanavond niet naar huis. Maar je moet niet wenen. Hm? Nee, schat. Ik ben nog lang niet klaar. Wat zouden we doen zonder de telefoon? RTT, Belgacom. Het is Blond en Baas van BTN. Iedereen komt als de Leo roept. Leo. Het huis ligt ook in zijn bovenste lade. Iedereen komt als de Leo roept. Leo. Voor al wie stout is, kent hij geen genade. Iedereen gaat als de Leo roept. Leo. Leo, de ijzeren wafel in de zachtste chocolade. Dames en heren, welkom in het tweede gedeelte van het Huis van Wantrouwen met nog altijd premier Martens. Meneer Martens, ten tijde van de regeringsvorming nu was er sprake van dat u of minister van Buitenlandse Zaken of senaatsvoorzitter zou worden. Was u een goed minister van Buitenlandse Zaken geweest? Ik had het toch graag echt gedaan, Buitenlandse Zaken. Maar ik vorm een tandem met Jean-Luc Dehaene en de vernieuwing die me wou in de partij... Zou niet aanvaard hebben dat dezelfde twee, maar in een andere functie opnieuw in de regering zaten. En zou u een goed senaatsvoorzitter geweest zijn? Dat weet ik niet. Het is nogal een passieve functie. Mm-hmm. Maar de senaat moet hervormd worden en dat is natuurlijk ook een belangrijke uitdaging. Ja. Maar vandaar juist dat de meeste politieke partijen hebben hun zwaargewichten naar de senaat verschoven. Tobak bij de socialisten, De Croo bij de liberalen, Spitaals. En u als voorzitter, dat was toch wel iets anders geweest dan bijvoorbeeld Frank Zwalen. Ja, maar ik ben ook senator. Ik kan dus meewerken aan de hervorming. Ja, maar u als senaatsvoorzitter, als u dat nu bekijkt binnen uw partij... U bent toch een zwaarder gewicht, figuurlijk, dan Frank Zwalen. Zijn ze bij de CVP echt zo dom? Nee, toch? Ja. Ze willen een absolute vernieuwing en de verjonging. Ja. En Frank Zwalen staat symbool voor de verjonging. Heel nieuw ziet hij er ook niet meer uit, om eerlijk te zijn. Maar de regering is toch fel vernieuwd, hè? Ja. Maar stel nu dat we een opiniepeiling zouden voeren onder de bevolking. Wie vindt u de beste senaatsvoorzitter? Wilfried Martens of Frank Zwalen? Ha, ze zouden gevraagd hebben wie? Bij Frank Zwalen bedoel ik, hè? Waarschijnlijk Frank Zwalen. Ja. Nee. Natuurlijk niet. Helemaal niet. Maar meneer Martens, ik vraag het mij eigenlijk al een paar weken af. Het volgende vraag ik mij af. Zou u eigenlijk liever... minister van Buitenlandse Zaken geweest zijn? Of liever senaatsvoorzitter? Liever minister van Buitenlandse Zaken. Toch? Ja. Ja. Waarom? Oh, het ligt een beetje in de lijn van wat ik de laatste jaren heb gedaan. En nu pakt u ernaast en nu zit u hier. Oh, ik ben er niet ongelukkig om. Mm-hmm. Nu iets anders, u zei... Ja, zeg maar. Doe maar. Nee, ik wou net zeggen, u ziet er ook niet ongelukkig uit, maar ik denk dat u het een beetje speelt. Nee? Absoluut niet. Nee. Absoluut niet. U bent voor de derde keer gelukkig in uw politieke carrière. Ja, doet al voor het. U verwees daar zelf al verstandig even naar Jean-Luc Dehaene, naar de tandem voor wij erover begonnen. Maar hebben jullie elkaar al gesproken sinds hij eerste minister is? Natuurlijk. Hoeveel hebben jullie al contact gehad? Oh, ik schatte 4 of 5 keer. Mm-hmm. Want vroeger hadden jullie toch echt dagelijks contact, hè? Niet in de regering. Als de zaken goed gingen, moesten we dagelijks geen contact opnemen. Als de zaken slecht gingen, hadden we voortdurend contact. En nu gaan de zaken goed?
Nu gaan de zaken goed. Mm-hmm. Sinds u verdwenen bent... gaan de zaken opmerkelijk goed. Ja. Maar wat ik mij afvroeg, 4 jaar geleden heeft Jean-Luc Dehaene ook al de regering gevormd. En toen hadden ze absoluut u nodig als uithangbord. En nu heeft hij dezelfde regering gevormd met dezelfde partijen. En nu hadden ze u niet meer nodig als uithangbord. Het is dus best dat je zelf uw regering vormt. Mm-hmm. Maar het is toch niet mooi van die Jean-Luc Dehaene. Ja. Die is nu premier, geloof ik, hè? Ja. Ja, dat is toch echt volslagen ongemanierd. Hij heeft altijd gezegd dat hij in uw schaduw zou blijven. En u bent goede vrienden, wordt naar buitenuit altijd gezegd. En nu heeft u gewoon opzij gezet. Ik denk dat men hem onderschat. Mm-hmm. Maar daar had ik het eigenlijk helemaal niet over. Hij heeft u opzij gezet, nee? Ah, absoluut niet. Nee. Bent u zelf maar had kunnen zeggen in 1988 dat hij de regering had moeten leiden. Mm-hmm. Maar naar buitenuit, hè, we denken dan ook aan het buitenland, ja. Zo België in het buitenland. Het is toch geen man om mee uit te pakken in het buitenland. U moet eens kijken, we hebben een foto van hem gevonden. Kijk, dit is toch... U gaat daarmee naar het buitenland. Ze gaan ons gewoon weglachen, denk ik. Hè? Denkt u dat hij het goed gaat doen in zijn buitenlandse contacten? Of is dat iets dat u kunt leren? Dat kunt je absoluut leren. Maar zijn directe stijl kan het goed doen, ook in het buitenland. Ja. Heeft u dat ook moeten leren? Ik heb veel moeten leren, vanzelfsprekend. Hoe is dat zo gegroeid? Hè? Want op de duur was u toch echt goed ingeburgerd. Hè? Bij al die grote namen heeft het dat straks als je daar komt, bijvoorbeeld in de Europese Raad, toen was het nog Helmut Schmidt. Ja, de eerste maanden, de eerste jaren, wordt je met uw achternaam, familienaam aangesproken. Mm-hmm. Het is pas als je 2 jaar bent, of 3 jaar, of als je terugkomt na een verkiezing, dat men u met de voornaam noemt. Mm-hmm. En dat je aanvaard bent. Mm-hmm. Bent u daar in de loop der jaren veel mee bezig geweest met hoe kom ik over? Nee, totaal niet. U deed maar wat. Oh, een belangrijke buitenlandse krant heeft gezegd van mij na de verkiezingen van 85 dat ik eruit zie zoals een gemiddelde Belg of zoals een gemiddelde Vlaming. Sommigen hebben dat als een affront beschouwd. Ik vond dat een heel groot compliment. Uh-huh. Is het waar dat u tegenwoordig langer dan vroeger nadenkt voor u een vraag beantwoordt? Dank u wel. Nee. We hebben het daarnet even gehad over het uiterlijk van Jean-Luc Dehaene, maar de eerlijkheid gebiedt ons ook even uw uiterlijk van de laatste jaren te bekijken. En ik heb daar een cassette van. En ik weet verdomme goed waar ze ligt ook. Ja. Het is de laatste uitzending. Even kijken. Wilfried Martens door de eeuwen heen. Toen was u nog jongere voorzitter? Ja, nee. Partijvoorzitter. Het is vooral de bril die verandert. Het hoofd. En hier heeft u een wat de Crow-look geprobeerd. Dat is wel tegengevallen in 83. Ja. En dan zijn het vooral de brillen en de ogen die veranderd zijn. Hè? Kijk, de bril. En de ogen ook eigenlijk. Hoe zit het met de krasjes tegenwoordig? Dat gaat heel goed. Echt waar, is het een spectaculaire verbetering geweest? Ja. Van -10 tot -1 of -1,5. Is het aan... Hoe vaak heeft u een nieuwe bril gehad te laten? Want ik zie nu van 91. Dit is een bril voor de vrije... Deze is een bril voor de vrije tijd. Uh-huh. Ah. Dit beschouwt u voor als vrije weekend, tijd? Voor het weekend, ja. En wij hier maar werken. Ja. Gebeurt er nog iets? Nee, ja, doe maar hoor. Ah, sorry. Maar het valt... Ah, dat... Het is bijna afgelopen en dan is er nooit of nooit meer huis van wantrouwen. Zal ons varen, we zijn helemaal van streek. Want wat moeten wij in godsnaam doen de volgende week? Holly holiday is verloren tijd. Holly holiday, liever dwangarbeid. Geef ons maar de rijen slaan, voor ons geen trip naar zee. Holly holiday op de BRT.
Stel je voor, zeg, wij vakantie aan een bloedheet strand of op zo'n poepchic cruiseschip. Alsjeblieft, zeg, laat ons werken aan ons huis. Laat de keurleers met vakantie gaan, maar laat ons op de buis. Holly Holiday is verloren tijd. Holly Holiday, liever dwangarbeid. Geef ons maar de rijen slaan en Maartens weer premier. Holly Holiday op de BRT. Ikzelf, ik heb gedichten geschreven, ik heb toneelstukken geschreven, novellen, korte verhalen, lange verhalen, brieven aan mijn lief, romannen en andere boeken. Ja, ikzelf, ik heb zo'n 100.000 zinnen na elkander geschreven, waaronder bijvoorbeeld... Nog 1 miljoen stappen, dacht ik, en ik ben thuis. 2 keer man in mijn naam en toch nog veel last met de vrouwen. De woorden die hij prevelde waren niet te begrijpen, maar dat het belangrijke woorden waren, daar mogen wij zeker van zijn. Hij grinnikte troosteloos om deze onzinnige gedachte, sloot zijn ogen en viel in slaap. Mijn grootvader had zo'n hazellip dat hij dwarsfluit kon spelen op een blokfluit. 100.000 dezulke zinnen heb ik geschreven, zodat ik mezelf in alle bescheidenheid een eretitel heb gegeven. En die eretitel die luidt, schrijver. Doch met geen enkele van mijn 100.000 zinnen zal ik de geschiedenis ingaan. Nee, als het al mogelijk is om de geschiedenis in te gaan, zal ik zelf dat doen met mijn 100.001 zinnetje. Een door de week zinnetje, een ordinair zinnetje, een nietszeggend zinnetje. Een zinnetje dat van mij bij kans een ex-schrijver heeft gemaakt. Maar laten we hierom niet al te erg treuren, want zoals ik ooit al eens zeide, alles zal symboliek worden en niets zichzelf. Geloof alleen in wat geweest is en nooit in wat zal komen, want er komt iets anders. Het eeuwige onverwachte dat niemand verrast. Hout vasthouden is in splinters grijpen. Littekens zijn de definitieve make-up. Ikzelf ben allang voorbereid. Ikzelf, ik kan over alles meepraten, maar ik heb niks te zeggen. En vandaar dus dat ik na 100.000 zinnen de boeken voorlopig heb gesloten en alleen nog de 100.001 zin heb geschreven. Waarbij ik u allen inmiddels hartelijk dank voor uw aandacht. En dat meen ik ook. Jazeker, ik dank u allen voor uw aandacht. God zij met u. Martens, hoe is het met de gezondheidstoestand van onze koning? Zeer goed. Heeft u hem nog gezien of gehoord onlangs? Mag misschien zeggen dat hij regelmatig op de hoogte wordt gehouden. De koningin onder meer heeft me regelmatig op de hoogte gehouden. En wat is het laatste gezondheidsbulletin? De koning is dus in een volkomen normale evolutie nu. Na de operatie dus en... Ik heb dezelfde ervaring gehad, dus na enkele dagen mag men zijn bed verlaten, begint men zelfs bepaalde fysische oefeningen te doen. De koning vertelde mij dat u... Dat is toch zo, hè? Ja, we hebben 12 jaar
om de week en dikwijls verschillende keren per week contacten gehad. En er is een bepaalde vorm van vertrouwen en van vriendschap gegroeid. En wat doet hij na de verkiezingen? Guy Verhofstadt formateur benoemen. Dat vond ik lelijk voor een vriend eigenlijk. Dat moest toch echt eens gebeuren? Ja. Ja, ik weet niet. Guy Verhofstadt moest toch echt eens de kans krijgen? Ja. En doet u zichtbaar genoeg en dat hij er niet in geslaagd is? Nee. Men heeft allerlei verhalen verteld, gezegd dat ik doodongelukkig in Maastricht zat in de onderhandelingen. Dat was helemaal niet juist. Die goede contacten tussen u en de koning, in welke mate hebben die een invloed gehad op de politieke besluitvorming? Geen enkele. Het was puur vriendschappelijk. De politieke besluitvorming heeft haar eigen regels, haar eigen wetten. Mm-hmm. En ook als er daar een vertrouwen is gegroeid en een vriendschap is gegroeid, mag dat niet beïnvloeden. Mm-hmm. Meneer Martens, het is de laatste aflevering, de 26e, en we gaan hier afscheid nemen. Hartelijk dank voor uw komst naar ons huis. Dames en heren, graag tot volgende... Fijn, we zien wel. Goedenavond. Jan Antonissen, Alain van Driessen, Gerrit Kerremans, Jan Huizen, Gina Sneijers, Inge Sieren, Zeddy Verspeel, Bartmaas, Johan Stoes, Pascal Braakman, Lou Bermans, Joris Brouwers, Klaada Radaj, Mark Pinte, Dirk Patrick Riegel, Dominique Pauwels, Walter de Niel, Toon Loenders, Rafat Dion, Jan Noppe, Anke Rijden, Nies Verbrugge, Lilian Goossens, Erwin van Vliebergen, BRT en Atelier, Axel Kort. Nelis, Lieven, Herre, Bout, Luc, Luc, Luisse, Penny, De Kateo, De Sven, Fonsas, Luc, Standaard, Erwin, Govaard, Erik van den Bossen, Marcel, Melotte, Willy, De Zutter, Freddy, Feites, Frederik van den Nieden, Paul van der Meulen, Urbain, Verbessel, Mark, Uvelier, Dick, Vermees, Eddie, Vleugels, Wenner, De Winner, Jo van Akker, Erik van Limbergen, Leon, Balthazar, Guy, Bernard, Dirk, Daf, Carlos van Hooy, Missen, Jean-Pierre, Verbeke, Staff, Vertongen, Luc, Vermout, Willy, Van Doren, René, Peters, Hugo, Stergeer, Guido, Zwet, Pieter, Van Dijk, Ringo, Twindon, Felix Verscharen, Mark Janssen, Spouwruten, Victor, Mercedes, Luc, Manaar, Dink, Abrams, Wint, Heidboekler, Reed van den Boer, Rita, Kaart, Patrick, De Valken, Guido, Paredes, Jo van den Boheden, Rudy, Willems, Jan Sterks, Stef Wouters, Frank de Keesmaker, Raf Peters, Miel, Buissen, Willy, Kaller, Bout, Verna, Holthof, Mark, Kuipers, Vrijan, Van Drogenbroek, Erik, Watté, Marcel, Sins, Wellens, Herentas, BRT en Straalverbindingen, BRT en Ontgaaldienst, BRT en Beeldarchief, BRT en Bewaking, De Standaard, het Nieuwsblad Humo, gesproken Jans, Erwin Dekkers, Dulet en Veeze, Gensit, Meubelen, Horemans, Biljart, VTB, VAB, KB, Toren, Theater, Wijk, Gezondheidscentrum, Brugse, Poort, Politie, Dendermonde, AMA, Security, International, Auto, Handel, Michel, Ital, Vakars, Sony, Toshiba, Meubelux. Het boeiende leven van een aftiteling. Bent u tevreden dat u naar ons huis gekomen bent, meneer Martens? Denkt u van uw eigen optreden hier? Ik heb er toch bepaalde vragen over. En die zijn? Destijds was het voor mij gemakkelijker. Ah ja? Ja, met TV Touché, iedere zondagavond. Zonder optreden, maar toch vernoemd worden. Maar heeft u hier verschrikkelijk moeten opletten wat u zegt? Nee, helemaal niet. Maar ik heb nog een beetje de gewoonte, geloof ik. En had u zich goed voorbereid om naar hier te komen? Ik had toch een paar zaken voorbereid. Ja. Mm-hmm. Heeft u die kunnen gebruiken? Nee, ik denk aan de goudvissen. Mm-hmm. Ah, wat ging u daarover zeggen, als we nog op uitzending zouden geweest zijn? De politici in China, die tijdelijk zijn afgedankt, die gaan hun goudvissen verzorgen. Aha. Het was dus symbolisch in het begin van de... Ja, absoluut. Ah, nu begrijpen we het. Goed. Voor de beoordelaar opkomt, want normaal komt nu een beoordelaar op, meneer Martens, willen we u nog even danken, uw mensen thuis, voor de vele lieve brieven en andere sympathiebetuigingen die we van u hebben ontvangen. En wat ons het meest plezier heeft gedaan, is uiteraard dat de staande uitdrukkingen van het Huis van Wantrouwen dankzij u bekendheid hebben verworven over de hele planeet. Voor wie? Voor wie? Voor wie? Pingput. Pingput. Samae. 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 Wat is dit nou weer?
Vergeten met eerst. Oh. Yo, de mannen. Yo, de mannen. Yo, de mannen. Langs deze weg willen we ook nog even de man danken die voor ons elke week het Huis van Wantrouwen zeer kritisch bekeek en ons elke vrijdag trouw opbelde om te zeggen wat we verkeerd hadden gedaan. In interviews hebben we het wel eens gehad over onze thuisbeoordelaar, zo noemden wij hem, maar zijn naam verraden we pas nu. Onze thuisbeoordelaar was Fred Brouwers. Fred Brouwers zit ongetwijfeld ook te kijken nu en hij zal dadelijk schrikken, want hij weet nergens van en we schakelen nu rechtstreeks naar hem over. Dag Fred. Potverdom. Ja, dag Fred. Gewone ballen. Ja. Jij hebt dus gekeken, je zit daar bij je schoonzus geloof ik? Precies, dat klopt. Ja. En je had niks in de gaten? Nee, helemaal niks. Nu begint het zo bezig te kijken. Ja, dan komt de camera bij. Houd die bril eens op Fred, houd die bril eens op. Die bril, houd die eens op, we willen je zien zoals je bent. Ja, zo ben ik. Nee. Wat vond je ervan? Je hebt duidelijk zitten schrijven, ik zag er wat van. Altijd bladzijden vol. Ik vond het eigenlijk een goede uitzending. Ik vond dat minister Martens er bijzonder ontspannen uitzag. En ik denk ook, wat hij zei, dat klopte, dat zo'n kuur hem goed zal doen. Ik vond echt, je stelde de vraag, heb je het gespeeld of niet? Ik denk dat hij het niet gespeeld heeft. Ik denk dat hij echt een beetje tot rust is gekomen. Dat natuurlijk wat minister Martens betreft. De uitzending vond ik ook uitstekend. Ik had al een paar dingen in voorpremière gezien. Het stuk van Herman Brusselmans is op Humo vorige woensdag ook al opgevoerd. Ik had het niet verwacht. Vond het uitstekend. Moet ik alles doorlopen? Nee, Fred, dan heb ik liever dat als je begint te zagen, heb ik liever dat je morgen belt. Dan lossen we dat onder elkaar wel. Zeg maar, je had echt niet in de gaten dat je hele tijd gevolgd bent met een camera? Nee. Totaal niet. Want jij moest normaal naar een concert van Walter Boeikens vanavond? Nee, ik had een afspraak om met Walter Boeikens te gaan eten. Ja. En toen kreeg ik gisteren een telefoontje dat hij in Rotterdam moest zijn, maar dat zal waarschijnlijk ook klaar zijn. Dat is onzin, ja. Dat is inderdaad onzin, ja. En wat ook leuk is, Fred, we hebben uiteraard jouw hele doen en laten tijdens ons programma opgenomen. En ik hoop dat we nu eens even kunnen gaan kijken naar een kleine samenvatting van het gedrag van Fred Brouwers tijdens het Huis van Wantrouwen. In welke afdeling is dat? Dat is de Haagse afdeling. Ja. En gaat het een beetje? Ja, we mogen niet klagen. Het gaat vrij goed, ja. Staat u in het doel of maakt u eerder het doel? Ik zit meer in het laatste gedeelte. Dat ik wat meer doelpunten maak dan dat ze tegen ons doen. Dat is ook niet bekend vooruit. Ja, dat wel. Ja, dat vind ik ook. Daardoor hebben we wel een aantal keer dat die man content is dat hij daarvan houdt. Bij u is het, maar ik ben het wel doortastend bekend. Hela. Ik denk dat u hier zelfs al iets losgemaakt heeft. Heb ik niet verstaan wat ze zeggen. Ja, het Zwalen. En Zwalen staat hier over de verjonging. Heel lief ziet dat er ook niet meer uit, om eerlijk te zijn. Doe maar door. Maar stel nu dat we een opiniepeiling... Dat was de definitieve beoordeling, zullen we maar zeggen. Hoewel... Het zou toch ook eens interessant zijn om te weten wat bijvoorbeeld onze directeur-generaal Jan Keulers van ons heeft gevonden zonder dat hij wist dat wij hem in de gaten hadden. Jan, wat heb je ervan gevonden? Die zit hier bovenop zijn bureau. Dag Jan. Had je het cameraatje in de gaten? Ja, ik heb... Ja. Ola, je zei het net helemaal niet in de gaten. Ja, het is televisie, Jan. Ja, ik ken daar niet. Dat was Jan Keulers, dames en heren, in een van zijn betere momenten. Nee, we gaan even terug naar... Hij zit hierboven gewoon op zijn bureau te kijken. Hij is vanochtend nog maar eerst in Japan geland, geloof ik. En zijn vrouw, Rachel Frederiks, die je ook nog wel kent, heeft hem hierboven gelokt. En ze hebben daar samen zitten kijken. Gaan we nog eens terug naar Jan? Dat is te ver waarschijnlijk, binnen de BRT nog eens gaan kijken. Gaan we erop wachten? Op Jan Keulers wachten? Nee, dat lijkt me inderdaad geen goed idee. Maar toch. We gaan weer eens naar... Ah, Jan! Oh, je staat lopen gewoon. Ja? Ja? Ah, dat is de samenvatting, sorry. Ja. Heb ik het eindelijk begrepen. Man. Ik wil wat bij niet afschieten, hè. Jammer genoeg
beschuldigd moet blijven. Zelfs over de inhoud van de laatste jongens, aflevering weet ik. Ja, dat is Sjaak! Mag er iets bij zijn? Nee! Dat zal weer een paar brieven opleveren en wij zijn weg, dus dat zal ze zelf moeten beantwoorden. Bedankt Jan. Zo, nu zijn we eindelijk door onze beoordelaars heen. Hoewel, ik vraag mij op dit moment eigenlijk af, wat zou Urbanus er eigenlijk van gevonden hebben als we daar eens gingen naar kijken? Urbanus. Het is niet. Dag erbij. Er is hier niet, gewoon niemand 5 jaar getrouwd. Ja, hem was... Oh, ik vond het een fantastische uitzending. Nu wel, ja. Nee, Urbain, de gele wist dat dus allemaal. Ja, Urbanus zit niet thuis. Hij is uitgenodigd bij Erwin Provoost van Multimedia, waar het 5-jarig huwelijk van dat koppel wordt gevierd. 7 uur in die natte tuin staan, vind ik nog straffer. Urbanus, vertel maar nu. Proficiat voor uw programma. Allee, zeg. Jan Keuleer zijn dikke. Waar gaan we afschrijven? Wat zegt hij? Ik ben hier weer al met een klitsje. Nee, ja, vertel maar wat Proficiat als onvoldoende. Je moet een klein beetje een gefundeerde beoordeling geven. Ik vond het generiekske heel schoon, maar dat was al heel de tijd heel schoon. Ja, Martens zeer ontspannen en zo. Maar ja, ik vond alles... Ik heb mij absoluut niet verveeld, wat af en toe wel iets gebeurde. Maar ik vond het heel, heel tof. Spijtig dat het gedaan is. Hè. Dat is gelijk met ons programma. Dat vindt iedereen ook tof. Just om 12. Ik heb daar ook nog Johan op de Beek zien zitten. Had jij echt niks in de gaten? Word jij zo vaak uitgenodigd op andere plaatsen? Nee, helemaal niet. Nee, Johan, ik heb het tegen Urbanus eigenlijk. Johan. Had je geen argwaan vanwege... Ja, het zat zo mooi in elkaar er allemaal. Ga jij wel vaker naar dit soort feestjes? Nee, toch? Erwin is een persoonlijke vriend en co-producent en zo nog van alles. Dus ik en is hij nu nog een persoonlijke vriend? Ja, nog meer. Ik vind dat heel prettige verrassingen. Om de vriendschap... Ik ben heel blij dat mijn rits dicht is. Meestal zit ik ook met mijn rits open. Om de vriendschap een deukje te geven, gaan we nu eens kijken welke beelden wij van jou hebben kunnen samenvatten. Want ook van Urbanus hebben wij uiteraard een samenvatting gemaakt van zijn reacties tijdens het laatste Huis van Wantrouwen. Een van zijn betere reacties. Het lijkt wel een stukje uit Meer moet dat niet zijn. Ah. Maar vroeger, als er een wijfje aan een beek wilde te drinken met haar kot of met haar kont, sprong daar van achterin een... En dan had hij een klein... Op de poppel hebben ze het met Van Rossum gedaan. Het was maar flauw. Madonna of Bieke uit de kampioenen? Dat is een lief. Dat is een lief. Dat is een lief. Wat wil jij zijn nu, hè? In de dag allemaal verschijnt op de 1 april de transfer van de eeuw. Urbanus terug naar BRT en hij naar VTM. En ik zit daar op VTM, de kat aan de BRT. Toen had ik op het gouden oog horen dat die hostessen van Jan Thijs 2 miljoen verdienen als kind daar. Dat ze daar met klote kussen. Zo, dat laatste hadden we misschien beter geknipt. In elk geval, we gaan nu nog eens even overschakelen, dames en heren. En dan is het de laatste keer. We gaan nu rechtstreeks naar Mike Verdreng. Ja, dat is absoluut niet waar, hoor, maar hij zal toch even schrik gehad hebben. Ja.
Bedankt Fred, bedankt onze baas Ginze boven en bedankt Urbanus. Het is nu echt afgelopen. Mark die vertrekt morgen bijna op vakantie. Ik vertrek morgen helemaal op vakantie. Want Mark die heeft nog één verplichting, enfin, heeft hij zelf aangenomen, heeft hij zichzelf aangedaan. Zondag zit hij exclusief in het praatprogramma Luc bij VTM is dat. En dat programma gaat in tegenstelling tot ons programma niet rechtstreeks. En daarom kunnen wij u nu al een voorproefje geven. Maar nu mijn eerste gast. U zegt dat we te weinig kinderen hebben gemaakt. Dat is inderdaad mijn standpunt. Kijk, u geen, ik één, statistisch gesproken, is dat gewoon te weinig. De moderne geboortebeperking is een goede zaak, daar gaan we niet over discussiëren. Maar we mogen er niet in overdrijven. Kende men vroeger ook al middelen om de geboorte te beperken? Ja, u kan zich voorstellen dat in het stenen tijdperk bijvoorbeeld het gebruik van het condoom een pijnlijke zaak was, vooral het afrollen. Het is niet voor niks dat Fred Flintstone Jabba Dabba Doe roept en dat wil men haar deurbeeld houden. Ja. Tot ongeveer 1900, hoe konden de Vlamingen zich seksueel uiten, zeg maar? Ik zal het maar zeggen. Dus en dan erop. Het schijnt dat wij vorige eeuw veel, veel kleiner waren dan nu, hè? Ja, dat is echt wel zo. Dus in de vorige eeuw waren wij inderdaad kleiner. U bijvoorbeeld was 1,24 meter. En voor mijzelf hoeven we niet eens zo ver terug te gaan. In 1957 was ik 51 centimeter. Hebt u dat ondervonden in uw privéleven? Ja, heel zeker. Wat wreef men u aan? Ja, dus dat ik mijn vrouw nooit is... Moet ik dat zeggen? Dat ik ze nooit eens goed vastpakte? Of? Dat u dus geen seksuele betrekkingen zou gaan hebben met uw vrouw? En dat ik dus zou... Dat u homoseksueel zou zijn? Ja, u moet weten dat behalve de man-vrouw situatie het ook perfect mogelijk is om seksueel contact te organiseren tussen twee mannen. Dat is wel mooi. Vindt u? Ja. Dan moet u het ook maar eens proberen. Ben je dan er zelf niet echt kapot van? Ja. Compleet. Bedankt voor het gesprek. Nu is het echt gedaan. Vanaf volgende week zit op dit uitzenduur Undercover. En dat is een Amerikaanse spionageserie. En u weet hoe wij hier afscheid nemen. Chamaillé! Chamaillé! Nemen Mark en Wouter menig sportman bij de neus. Zelfs heel Vlaanderen gaat meteen weer onderuit. Elke keer dat Mark het zegt, waar heb ik die cassette weer gelegd? Jo de mannen, jo, half is Chamaillé. Jo de mannen, jo, bij ons op tv. Mark, Wouter, Brussel, Mans, ze zingen het allemaal. Jo de mannen, jo, dat is klare taal. Bij het afscheid van hun huisje zingen Mark en Wouter nog een keertje Chamaillé. Nooit meer quizprong of reclame in het huis. Niemand vraagt zich met schrik in het haar, wie is vandaag beoordelaar? Jo de mannen, jo, al is Chamaillé. Jo de mannen, jo, bij ons op tv.
dat is klare taal. En terwijl Mark nog eens naar ons lacht, danken zij u allen voor uw aandacht. Yo de mannen, yo, of is Jama, yeah. Yo de mannen, yo, bij ons op tv. Mark, Wouter, Brusselmans, ze zingen het allemaal. De mannen, joh, dat is klare taal. Bedankt, dat was echt een verrassing. Ja.